Nou, dat was wel zo'n slechte wedstrijd. Ja, maar dat vind ik dus helemaal niet. Nee, maar waarom vind je dat nou zo slecht? Het was gewoon onder de maat. Heb je Erik ten Hag nog horen praten? We hebben gespeeld om te winnen. Maar het zat er vandaag niet in. Nee. En dan nemen we een aanvaardbaar resultaat mee. Juist. Aanvaardbaar resultaat. Ja, daar heeft hij volkomen gelijk. Aanvaardbaar resultaat. Dat klopt, want het is gewoon... Boekhouder is het. Luister eens even goed. Die gasten uit Nicosia. Ja. Hè? Die Cyprus boys. Mandoline. Nou, en? Ja? Die komen niet eens de bus geparkeerd. Een dubbeldekker stond er voor het doel. Ja. Dat is heel moeilijk. Handbalverdediging. Moeilijk. Nou, niet eens. Er is toch niet doorheen te voetballen. Een betonnen muurtje. Ja, want zelfs toen Ajax met 10 man stond, liepen zij nog met 11 weer terug. Ja, maar waar halen we de arrogantie vandaan dat we het wel even zullen regelen in de Johan Cruijff Arena? Nee, nou, dat... Ja, het probleem is dan dat de Cypriot, die gaat niet met 10 man voor het doel staan. Nee, die gaan met het hele eiland voor het doel staan. Dat is wat er gebeurt. Ja, ja. En dan komt er niks meer in. Ja, nee, dat is wat er gaat gebeuren. Wat moet Ajax doen om zeg maar, die verschrikkelijke, die dramatische, die ontzettend slechte 0-0 met die bakkergele kaarten? Nee, maar het ontzettend flauw is om nu Ajax en Ten Hag aan te pakken. Ja. Want Ten Hag was vorige keer... De gevierde vorig man. Seizoen. Nee, vorig seizoen. Ja. Begon die ook heel matig. Ja, dat is waar. Goed, en toen ging het dus een stuk beter. Toen kwam je na de winterstop, ging het weer eventjes wat minder. En toen ging het weer heel goed. Weet je wat het is? We kunnen niet plannen in Nederland. Nee, weet je wat je moet doen? Als je nou met 4-1 van Real Madrid wint in Madrid. Ja, maar dat was vorig jaar. Ja, en dan moet je Ten Hag afzeiken. Kijk. Dan ben je... Ja, dat heb ik toen niet gedaan. Ja, maar dat zou cool zijn. Ja? Ja, niet bij een 0-0 in Nicosia. Ik bedoel, het maakt toch niet uit. Die gasten regelen dat in de arena. Maar ja, dat chagrijn ook. We hebben gespeeld om te winnen. Ja. Maar het zat er vandaag niet in. Nee het zat er niet in. Nee. Soms gebeurt... Een resultaat mee. Precies. Maar. En dat is correct, want zo zit het soms in voetbal. Hmm. Dan moet je genoegen nemen. Sommige spelers waren het misschien even niet. Het systeem is nog niet helemaal naar zijn zin. Er staan nog niet misschien de goede jongens op de goede plek. Die Marin heeft nog niet helemaal gebracht wat iedereen dacht. Ja. En zo gaat het maar door. Ja. Maar die Alvarez... Alvarez. Je nu Alvarez. Oh, dan zeg ik het weer Alvarez. Fout. Komt hij weer. Gaat hij weer verbeteren met zijn... Gaat hij weer beginnen met zijn... Alvarez. Goed. Ja. Dat wordt er eentje. Ja? Ja, let ik heb nou hem nog op. Niet gezien. Nee, nou let nou op. Ja? Ja, waarom is hij er nog niet dan? Ja, maar daar lees ik nog niks over en daar hoor ik nog niks over. Maar dat is de man. Hij heeft toch een zak uitgesproken? Nee, maar die gaat heel goed worden bij Dat wordt een nieuw De Ligt. Ja. Ja? Ja. Oké, nou dan kijken we daarnaar uit. Juist. Dus als ik het goed begrijp, Harry, sta jij ook bij de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena, sta je gewoon een beetje mee te doen? Hop! Of, Hop! Ja, hè? Hey! Maar sta je dan ook zo meteen weer in jouw tuin? Ja, hey! En dat je dan gewoon even mee doet? Bob is er hoor. Ik begrijp het. Dames en jongens, meisjes, een stukje positief denken van Harry. Hoppakee, daar komt ie. Oh, about a thing. Woensdag staat de hele arena weer zo. Ja, en dan gaan ze allemaal. A little thing is gonna be alright. En dan gaat de hele arena mee, hoor. Ja. Okay, Harry. En dan met die sfeer moet je opletten. En dan rollen ze die Cypriot paf, zo op.